het was perfect voor de adverteerder dat je commercial integraal op commerciële televisie echt in het hart van de doelgroep. Free publicity, echt fantastisch. Zeg Niek, kun jij je Higuita introduceren? Ja, ik ben Niek IJsbouts van Higuita, creatief en digitaal bureau dat in 2020 is gestart. Ik weet het nog goed, er was iets met een pandemie. En sindsdien zijn wij creatieve campagnes gaan maken. Leveren we ook websites op, digitale campagnes veel. Dus echt oriëntatie op creatief en digitaal werk. 2020, dat klinkt als gisteren. Ja. Dat is, waarom kwam je toen op het idee om dit te beginnen? Nou, dat heeft altijd te maken met mensen die je treft. En ik heb altijd al als creatief directeur gewerkt, of eerst als creatief. En dan word je creatief directeur bij een bepaald bureau. En achter in mijn hoofd zat er altijd wel een stemmetje van, ooit wil ik eens mijn eigen onderneming starten. Maar ik wist ook dat ik dat niet alleen zou kunnen, want alleen ben je maar een van die creatieven. En toen leerde ik bij mijn voorlaatste bureau, dat was Superheroes, leerde ik Jorn kennen, een van mijn partners nu. Echt een businessman, dus ik wist, die heb ik in ieder geval alvast nodig. En die had er ook al oren naar om iets te starten. En die kende weer twee andere jongens die uit de techhoek kwamen, met twee andere partners. En sindsdien zijn wij een creatief en digitaal bureau, dus ook echt vanuit het DNA van creatie en digitaal gestart. Ja. Ja. En hebben jullie vanuit jullie voorgaande werk ook klanten meegenomen of zijn jullie echt vanaf scratch begonnen? Ja, dat was de sprong in het diepe van hoe zorg je nou meteen voor business? En gek genoeg is het toch, als je die stap maakt, mensen zijn in het begin heel erg nieuwsgierig. Dus je netwerk van mensen waar je mee hebt gewerkt, die lijken het je dan in het begin even te gunnen of zo. Dus daar kwamen de eerste opdrachten uit. Dus mensen waar je eerder mee had gewerkt, die ook naar een andere opdrachtgever waren gegaan. En zodoende gaat dat balletje als een sneeuwbal rollen en wordt die sneeuwbal steeds groter. Dus er kleeft steeds meer business daardoor aan. Dus in die zin neem je wel mensen mee, maar we hebben geen klanten meegenomen van het vorige bureau. Nee. Wat zijn nu de belangrijkste klanten waar de motor van jullie bedrijf op draait? Het type klanten, gek genoeg omdat we in die pandemie starten, waar heel veel personeelsvraagstukken eigenlijk waren, zijn we heel veel arbeidsmarktcommunicatie gaan doen. Daar zijn we ook echt wel, hebben een paar goede cases in gedaan voor RGF Staffing onder andere. En Canal Plus is een van onze wat grotere opdrachtgevers. Daar maken we, die zijn eigenlijk terug in Nederland na een tijdje weg te zijn geweest. En nu terug als streamingdienst en als zender. Ja. Daar maken we veel campagnes voor. Dus ja, en ze zijn niet onopgemerkt gebleven. Je hebt een controversiële campagne, dus hebben ze de beste misschien wel. Ja. Ik heb hem vooraf ook al eventjes bekeken. Ja. Het praatgroepje waar ook een gegeven moment Wim Kieft in verschijnt. Hè, dat ziet er inderdaad uit als een verslavingspraatgroep. Ja. Maar die mensen zijn allemaal verslaafd aan voetbal kijken op Canal Plus. Precies, en verzinnen smoesjes inderdaad om het maar te kunnen kijken. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik zelf snapte de controverse gewoon niet helemaal. Want het was zo over de top dat het vanaf de eerste seconde duidelijk was dat dit geen serieuze reclame was voor echt een zwaar onderwerp. Dat was toch bedoeld. Ja, dat was ook de intentie uiteraard. En die controverse is ook ontstaan, moet ik zeggen, in komkommertijd. Dankzij Johan Derksen. Ik zag hem net nog staan op nummer 3 van de Media 100. Ja, de Media 100, nummer 3. Die man heeft het ver geschopt. Ja, en ik heb wel een beetje doorgekregen hoe dat daar aan tafel werkt, want de commercial werd daar aan tafel besproken. Yeah. Dat begon met Gijp, die hem heel goed vond. Het is natuurlijk zijn buddy Wim Kieft, die in onze commercial zit. Dus die gooit een balletje op, we moeten even kijken, het is een leuke commercial. En je ziet gewoon daar aan tafel dat Johan Derksen, die moet dan anti zijn. Tenminste, dat is mijn verklaring hiervoor. Yeah. Want hij is zelf ook niet vies van een grap, zeg maar, of van een beetje controverse opzoeken. En wat is dan het communicatie-effect van, dat is voor jullie natuurlijk fantastisch dat daar besproken wordt, ook nog helemaal 100% in de doelgroep nog een keer. Ja, het is voor de adverteerder, met name Canal Plus, is het fantastisch, want het is wat ze
van tevoren wensen, hè, dat je dat bereikt. Dat is ook de reden waarom we een bekende Nederlander, of in dit geval Wim Kieft, dus als bekende ex-voetballer, in zo'n campagne stoppen. Om het bereik te vergroten. En dat er misschien over gepraat gaat worden. Dat is een soort nice to have. Daar kun je heel erg op sturen, maar je kunt het niet garanderen. Het was perfect voor de adverteerder dat je commercial integraal op commerciële televisie. Echt in het hart van de doelgroep. Free publicity, echt fantastisch. Ja, precies. Dus... En zonder dat je dan verder een getal aan hoeft te hangen hoor, maar zo'n Wim Kieft. In hoeveel maakt zijn fee dan uit van de productiekosten? Is dat dan echt heel duur? Moet ik dan denken aan tienduizenden euro's? Of dat je zegt, het kost een kwart van de productiekosten gaan dan naar zo'n bekend iemand? Of is dat... Nee, dat is 1/10, denk ik. Okay. Minder zelfs nog. Ja. Ja, hij vond het ook gewoon heel leuk om te doen. Hij vond het, het traject werkt zo. In het begin heb je wel Kieft in je hoofd, maar we hadden het script zo geschreven. Het draait ook niet om Kieft. Kieft komt er pas op het einde in als een soort verrassing. En dat wilden we ook, want we weten dat al die bekende ex-voetballers, die kunnen niet acteren. Ja. Dus je moet niet gaan proberen een commercial met heel veel acteerwerk erin te stoppen. Dus het draait om die jongen die allerlei smoesjes verzint, de hoofdpersoon van de commercial. Dus in principe was die persoon inwisselbaar, die bekende voetballer die dan aantrad of bekende figuur. Ja. Ze hadden best wel een lang lijstje. Op een gegeven moment stond er Bas Nijhuis tussen. Die is zelf ook niet vies van op tv komen, dus we dachten, die wil misschien ook wel. Jack van Gelder heeft er nog tussen gestaan. Ja, maar Wim Kieft had natuurlijk dat verslavingsverleden en dat maakt het helemaal af. Ja, maar continu dachten we, maar die zal het misschien wel niet doen. Maar zijn management, waar meerdere voetballers bij zitten, die kwam er zelf mee. Wim Kieft zou er ook wel oren naar hebben. En hij vond het interessant. Maar het was ook het eerste wat ik hem vroeg toen hij op de set kwam. Van, voel je wel comfortabel hierbij? En het eerste wat hij zegt, tuurlijk joh, ik heb hartstikke veel zelfspot. Wat denk je? Dus hij wist ook van zichzelf dat hij hier met zo'n praatgroep heel goed mee om kon gaan. Leuk. Ja. Jullie hebben ook een digitale component ook. Hè? Hoe vertaalt dat zich in het werk wat jullie doen? Ja, het is het digitale denken wat bij ons dus eigenlijk vanaf de start erin zit. En waar dat zich in uit is het onder andere in executies. We kunnen websites bouwen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook twee digital marketeers in huis die de online media planning kunnen doen voor heel veel campagnes. En je merkt eigenlijk in alles, omdat het zo dicht tegen creatie aan zit, als je goede, converterende, maar ook creatieve campagnes wil maken, dat heel goed samenwerkt. Dus bij ons zit een digitale designer die de campagne maakt of de website maakt, zit naast de marketeer die ook de performance doormeet of de campagne opzet. Dus we kunnen eigenlijk continu aan de knoppen draaien op elk niveau om het succesvol mogelijk te maken. Ja. Ja. En daardoor zit dat digitale denken heel erg bij ons erin. In een team van 14 mensen nu in totaal kunnen we dat ook heel mooi aanbieden aan onze opdrachtgever. Ja. Ja. Tijd voor een laatste vraag alweer. Toen je begon in 2020, wat nog niet al zo erg lang geleden is, de plannen en de ambities en de fantasie die je toen had, en strookt dat met waar je nu gekomen bent, of ben je ergens anders gekomen? Of is het verder of minder ver, of is het moeilijker geworden? Ik heb inmiddels geleerd dat als ondernemer moet je groter durven denken. Destijds dacht ik nog niet het ondernemen, want ik was er nooit ondernemer geweest. Maar het kan me niet snel genoeg gaan. Het mag altijd nog wel sneller. Alleen ik ben heel blij dat we het continu nu met een heel consistent team kunnen doen. We hoeven weinig mensen, we hebben geen mensen de laan uit hoeven sturen. Dus we kunnen ons clubje bij elkaar houden en dat is heel erg prettig, want daarmee kunnen we veel mooi werk maken. Dus wat mij betreft gaan we zo lekker door. Het mag altijd op meer worden en groeien. En dan zien we wel waar we over 5 jaar staan. Fantastisch. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek.